Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alton. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe vlog. Mijn naam is Alton Dylan en ja, zoals jullie zien ben ik ingetaped met mijn pols. Maar die video is maandag 12 uur online gekomen. Hoe het gebeurd is, dus ja. Let's go. Ik ben nu eventjes naar Dani Visser aan het kijken en ja, let's fucking go. En ja, boys and girls, het is 20:05 geloof ik. Ja, 20:05 op maandag. En de video waarin ik uitleg van mijn blessure staat al 40 minuten online. Als je hem nog niet gecheckt hebt, ik zet hem zeker hier in de beschrijving voor eens te checken. Het is echt wel een leuke video. Alleen spijtig, ja. Ik ben dom geweest sinds de titel en ja. Dus jij hebt ook gedoucht. Ik moet met een plastieke zak over mijn hand douchen. Want ja, het mag niet nat worden. Als je spalkt, dus dat mag niet nat worden eigenlijk. Dus ja, woensdag moet dat opnieuw gespalkt worden. Dus moet die tape eraf, moet dat opnieuw ingetaped worden. En ja, dat wordt eventjes uitkijken naar hoe we dat gaan doen. En ja, dat moet gespalkt worden. Dus ja, het doet wel minder pijn als gisteren, maar het doet nog steeds pijn. Ik heb gisteravond 1 dafalgalletje genomen. En of ja, een pijnstiller genomen. Zal ik het zo zeggen. Voor de pijn te onderdrukken, maar ik kan, dat is echt het verste wat ik kan en ik kan niet verder. Normaal kan ik hem helemaal toeplooien, maar dat kan ik nu niet. Ja, woensdag moet ik gaan beginnen strekken en ga ik ook proberen om de vlog te doen. En woensdag ga ik een aparte video maken ook. Oh ja, wanneer mijn eier op fles toekomt, ga ik een aparte video ook maken en gaat hij ook sowieso in de vlog komen. Ga ik mijn eierenfles sowieso unboxen in een aparte video. Waar ik al de intro van opgenomen heb, normaal gezien. Dus ja, ik ben nu eventjes mijn GTA terug het laatste geld aan het grinden. Door middel van EFK te staan in mijn hackclub. Ga ik het laatste geld grinden voor de updates van morgen 13 december. En ja, dit is het geld grinden dat ik nodig heb voor de update te gebruiken. En ik ben zo een hele week bezig met dat te grinden voor dat geld. En vandaag was eigenlijk wel een topdag. Ik heb vandaag maar één potje FIFA gespeeld. En dat was het eigenlijk dus. Morgen ga ik de stream doen. En ik ga die vervroegen. Maar ik ga de stream ook wel heel laat doen. Ik ga de stream rond 11 uur, al 12 beginnen. Ik denk rond 11 uur. Want dan komt de update meestal wel uit. En rond 11 uur komt die meestal uit. Dan een half uurtje streamen. Iets eten. En dan de rest van de namiddag verder streamen. Zodat ik, ja, de update een beetje gewoon kan worden. En ja, zoals ik eigenlijk vorig jaar heb gedaan met de contract, ga ik nu hetzelfde doen, maar nu ga ik het langer doen omdat ik nu er meer zin in heb en meer geld heb om te spenderen in de stream. Jullie horen het, ik sta dus EFK in mijn nachtclub. Ik was het ook aan het opnemen, maar ik heb het toch niet opgenomen omdat ik zeg van ja, ik wil het ook niet opnemen in de stream, in op mijn OBS. Mijn OBS staat wel open. Zoals jullie kunnen zien, wacht, ik ga eventjes draaien de camera. Mijn OBS staat hier dus open en hier staat dus de game. En hier ben ik dus weer. En ja, de game staat dus open op mijn OBS en ook open op mijn PlayStation zelf. Daar wil ik dus meer mee gaan doen, mijn OBS. Ik heb dus al, ik gebruik dus vooral voor opnames en voor streams. Maar zoals jullie zien heb ik ook daar een subcard in gezet. Dus elke keer dat ik een subje bij krijg, gaat het omhoog gaan. Ook al is dat tijdens opnames, gaat het omhoog gaan en kan ik weer zeggen: we hebben een subje bij! En dan doe ik een dansje. Of dan drink ik iets van een eigen fles om. Of. Ja! Dus we hopelijk hebben snel subjes bij. En hopelijk gaan we morgen tijdens de stream wat subjes bij hebben. Dat ik ze één voor één kan bedanken en ja, dus het is nu 20:15 ongeveer al en ja, morgen is dus een grote dag dat ik ga streamen. Aangezien ik toch thuis ben, kan ik vroeger de stream starten en ja, ik probeer nu zoveel mogelijk mijn eigen zin te doen. Ik moet mijn greenscreen nog installeren, dus ik moet dus OBS voor morgen nog helemaal in orde maken. Ik heb dan nu eventjes zonder greenscreen gedaan mijn opname. Ik heb een FIFA opname gedaan.
Ik heb even de zonder dienst ingedaan, maar ik moet dat morgen terug allemaal in orde zetten. Ben ik morgen vroeg gaan werken. Ik moet alles in orde zetten op de stream. Ik moet alles eens checken, dus ik moet alles eens doorlopen. Eens voor een opname kunnen doen. Alles doorlopen, even dat horen of alles goed doorlopen is. En dan kunnen we aan de stream starten. Zien of de audio levels niet te hoog staan, niet te laag staan. En ja, ik heb mijn audio levels sowieso al een beetje verlaagd van de outro. Alleen van de outro van de stream. Ik zou al een beetje verlaagd mijn audio levels. Ik moet daar nog eens tricks voor je moeten doen. Via Show in Vegas. Een keer terug. Ja, moet ik zeggen. De audio gelijk trekken en ja. Maar dat is wel een andere zaak. Mijn intro is ook 10 minuten lang. Dus van zodra dat mijn stream start, ga ik ook een stukje vlog opnemen. En midden in de stream zal ik ook waarschijnlijk wel een stukje vlog opnemen. Maar nu is het vooral eventjes uitkijken naar de stream. En ik zie dat ik al 6 minuten aan het vloggen ben, dus ik ga het niet te lang langdradig maken. En ja, let's go. Opname vanavond. Wanneer ik mijn laatste doekoe heb verdiend op GTL. En ja, let's fucking go. Oké, boys and girls. Het is dus avond. Het is dus 7:45 s'avonds. En ik heb nu net iets gegeten. En ja, ik ga zo dadelijk nog een beetje GTA spelen. Een beetje meer doekoe verdienen voor de volgende update die morgen uitkomt. Maar ik heb nog altijd geen trailer gezien, dus ja, let's go. En ja, let's go. Dan kan je eventjes GTA spelen nog. Een beetje AFK staan. En ja, misschien de rest van de avond AFK staan. En ja, let's go. En ja, boys and girls. Dit is bijna 7:40, het is dus 7:40. En ik heb net op de track and trace van Peepo's gekeken. En mijn airfles die ik besteld heb, komt morgen toe. Dus vanaf morgen drink ik airf. Dus ja, let's go. Ik ga morgen, vanaf morgen ga ik beginnen met mijn gezonde levensstijl, mijn airf. En ja, ik heb dat nu zaterdag besteld. Vandaag was het in Duitsland verzonden. En dit is al in Brussel. Sorry, ja. Morgen komen we toe, hier in Stabroek. En ja, de zending was gesorteerd om iets van 3:40 of zo. En ja, dus morgen unboxing van Airup. En ja, weer een leuke video maken. En ja, let's fucking go. We gaan morgen Airup proeven in de vlog. Dus ja, let's go. Ja, boys en girls, het is dus dinsdag. En ja, vandaag tussen 8 en 5 komt mijn airfles toe, maar zo biedt krijg ik weer een betere verwachte leveringstijd. En ja, dus gedaan met al die vettige cola. Ik ga nu zo biedt mijn laatste glas drinken en ja, dus gedaan met al die vettige cola ga ik airf drinken. Dus ja, let's fucking go. Op naar een beter levensstijl. Ik ga nu alles nog klaarzetten, alles checken qua audio levels voor de stream. Dat alles perfect is. Dus ja, let's go. Yes, dit is 2:50. De stream is net gedaan. En ik ga een airpje aan het drinken. En de smaak is sherry cola. En ik ben hier met je broeder Sven Wilkens. Of ja, DJ Sender. Ik zeg wel, ja. Politieke van Vlaams Belang, bijna. En het is echt lekker, de Arab, de sherry cola. Echt een goeie smaak. En ja, yeah, let's go. Nice. En ja, dan snel op de succesie gesplakt. Dus ja, let's go. En ja, het is dus woensdag. Het is 12:53 en vandaag nog niks gevlogd. Dus ja,
En ik ben nu aan de muziek bezig. Ik ben nu een beetje een mixtape aan het maken. En ja, let's go. Hier is de muziek. En het is al aan het doorgaan, dus ja, let's go. En nu ga ik dus verder werken aan de muziek. En ja. Ja, dat ik even. Ik probeer muziek te maken en ja, let's go. Wat jullie nu dus net gezien hebben, is hoe dat ik eigenlijk een mix loop te maken. En ja, ik denk dat ik aan 102 minuten zit. Ja, 102 minuten en 7 seconden dus. Zo lang is mijn mix eigenlijk geworden. En ja, 5 minuten of 10 minuten tijd heb ik dan gemaakt. En ja, let's fucking go. Oké, boys en girls, ik kan nu van een ei drinken en ik heb de dop. Ik heb de top, de pot, wauw, de pot, peach erop staan. Een lekker peachy aroma en ik vind het wel lekker. So, stay hydrated kids en drink Arab. Dat was ook mijn foto vandaag van enjoy water, drink Arab. Mijn foto op Instagram vandaag. Enjoy water, drink Arab. Ja, let's go. Ik ben nu aan het genieten van mijn laatste flesje Arab. En laatste flesje Arab van de dag. En dan ga ik een koopschakken op cola denk ik. Of ik wil niets meer drinken vandaag, want ik heb al, dat is al mijn vierde fles Arab. Ja, eigenlijk goed bezig omdat ik te veel water drink, maar dat is mijn vierde fles erbtje. Goedemorgen boys en girls, het is dus woensdag. En woensdag bijna 9 uur. En ik ga alles eens, ik ga mijn kamer eens volledig opruimen. Dat die allemaal opgeruimd is en zo. Dus ja, let's go, we gaan daar aan. Ik ga daar beginnen. Ik ga mijn scherm eens afkuisen, mijn tv eens afkuisen. En ja, met mijn groen scherm leeg naar beneden halen. Want die ga ik toch niet meer gebruiken deze week, dus heel hier nog gebruiken kan ik die gemakkelijk opzetten. Want dat is misschien van deze staven hier, dus gemakkelijk opgezet dan. Maar ik ga die naar beneden alles spitsen. Ik ga mijn PlayStation afgazen. Ik heb nog wat te doen vandaag. Dus voor 10 uur zal ik klaar zijn. En het is 2 na 9, sorry, dat was even niet van alles stof. En het is 2 na 9 en heel mijn kamer is dus ja, opgeruimd, dus ja. Let's go, we kunnen er weer voort met, ja. Maar we kunnen weer door met, ja, van alles en nog wat. Dus ja, mijn kamer is opgeruimd. Let's met die lens een beetje smeurd, dus ja, let's go. Maar ja, we kunnen weer door met de rest van de dag, dus ja, let's go. En vandaag op de erfpot, op de erf staat de cola pot. Lekker. Het is nu ongeveer 11:15 en ik ben aan mijn tweede fles erf bezig. Lekker. Enjoy water, drink erf. Als je een keer goed zuigt, als de pot maar omhoog is, dan heb je een lekker
appelgeurtje. En dan pak je een nieuwe appelgeur op terug. Ik denk dat ik binnenkort eens de appelkaneel ga bestellen. Dus een winterappel. En misschien yuzu, rozemarijn of zo. Maar hoe is dat? Ja. Er maar drie in, what the fuck? Oké, ik ga weer aan de muziek werken. Omdat de vorige mix echt wel scheid was, ga ik nu aan een nieuwe mix werken. Dus ja, leuk. En boys and girls, ik doe nu dus even een streampje. En gewoon voor even mijn OBS te testen. Want in de week had ik een stream gedaan van dus de nieuwe update van GTA. En toen was mijn OBS keiveel frames aan het droppen. En nu heb ik nog maar 0 gedropte frames. Dus ja, we zijn al goed bezig. We zijn al 7 minuten aan het streamen. Allee, 7 minuten voor de intro. Dus ja, dan ga ik me 10 minuten even voorbereiden op de, ja, de start van de stream. En nu ga ik ze beter Kant del Barça opzetten in de stream. En ja, let's go. Ik ga ook een stukje in de vlog opnemen voor de stream opnemen voor de vlog. Dus ja, let's go. En een stukje komt ook in de vlog. We zitten nu dus in de stream. Ja, maar iets te onnauwkeurig. Ja, dat zie je vaker. Ik zie net dat Mbappé precies. Lekker. Binnenkort is het dus, ja, het is over een paar, allee, als jullie deze video zien, die tackle zet hem van de bal af. Dus, is het dus eventjes, het is al bijna kerstmis eigenlijk. Dus ja, dat is top. Dat is binnen 2 dagen. Oh, wat een schotkans! Die zit erin en dat is het doelpunt van Cahill. 23 december online, dus ja, dit is nog een vrij 23 december online. En deze stream is van 5 tot 12, dus ja. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk om. En met deze wil ik de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. En net zoals jullie horen, komt er outro muziek op de outro. Dus ja, let's go. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar mij deze vlog. En bedankt voor het eirup. Bedankt voor het eirup voor deze mooie fles. Ik wil Sven bedanken voor mee te doen in de vlog. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ja, ik wil allemaal bedanken voor het inzien op mijn kanaal. Ik wil de mensen in de stream bedanken voor te komen kijken. Ik wil iedereen bedanken en ja, ik wil iedereen echt bedanken voor het kijken naar mij deze vlog. En ja, let's go. Mijn naam is Rob de Duren en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!